16e duel vandaag in de Eredivisie tussen Go Ahead en RKC. En zowel uit als thuis wisten beide ploegen 3 maal van elkaar te winnen. En dus 6 keer in totaal. Met ook nog 3 gelijke spelen. En het doelsaldo is ook exact gelijk. Beide ploegen scoorden 26 keer tegen elkaar. Dat belooft dus wat. Go Ahead, 5 thuiswedstrijden in de competitie. Nu niet meer gewonnen. Kramer doet dat goed, maar Willemson doet het nog beter. Neemt hem alleen niet lekker mee. Gaat hij nog schieten? Ja, dat doet hij. Tegen de buitenkant van de paal. Ook Vaasse was daar even van slag. Wat moet ik nou doen met een aanvaller die op me afkomt, maar plotsklaps vergeet dat hij de bal in zijn bezit heeft en echt de kans heeft. Hij lijkt ook een beetje op te stuiten, die bal. En dat levert vertraging op en ook een hoek die wat lastiger is om vanuit te schieten. Balletje van Min op Cleonice. Vlag gaat niet omhoog. En dan een bekeken poging. Zacht geschoten. Wel in een verrassende hoek. Maar omdat die bal zo zacht is, kan De Lange erop duiken. Daar is RKC alweer. Meijers. En weer een kans. Kramer ligt ervoor. Het schot van Lokesa. En zo is ook de uitploeg zichtbaar in aanvallend opzicht. Lanzana. Bal kwijt. Omschakeling snel met een heerlijke paas in de loop voor Chris Lokesa. Nou, schiet hem maar dan. Als je zo lang wacht en Nauber kan naar die bal blijven kijken, dan is hij ook nu de redder voor Go Ahead. Bal richting 5 meter en als hij daar blijft hangen wordt het gevaarlijk zat tegen de lat. Daar kon De Lange niets meer aan doen, maar hij staat alweer op scherp, want hier is Niemeyer. Lindhorst durft het niet aan om de keeper de bal te laten pakken. Geeft hem een hengst naar voren. De Wooije niet, Min wel, maar die krijgt hem niet genoeg naar beneden gedrukt als hij al vallend die bal op goal schiet. En daar is Stokkers, die staat daar als de kippen bij en kan hem afleggen. Willemson, nou, maak hem maar. Nee, dat gebeurt niet. Jongen, jongen, wat een onwaarschijnlijke knoeperts van fouten worden er in deze wedstrijd gemaakt. Kijk eens naar deze paas terug op Fase. Die staat daar helemaal niet. Stokkers staat er wel, geeft hem goed af. Willemson wil dat ook doen, maar krijgt hem niet bij Breum. Lanzana, ja, die kan dat wel. Die heeft het al eerder gedaan. Zo schieten vanuit de tweede lijn. Redding van Vaasen. Kuipers de diepte in. En die voorzet richting tweede paal is goed. Met de redding van Vaasen ook. Stokkers had hem daar op zijn schoen. En wat wilde hij hem graag hebben, zijn doelpunt. Vaasen heeft daar natuurlijk geen enkele behoefte aan. Hoek wel lastig, maar 1 optie. Rechtdoor richting de goal. Dat weet Vaasen ook. Zeker geen saaie 0-0. Paal en lat al geraakt. Alleen het doelpunt ontbreekt nog. Nauber kan die misschien wel maken hier. Laat het aan Lanzana. Dan zijn daar weer de voeten van Vaasen. Dan lijkt hij er in deze fase ook niet in te willen. Komt daar zijn goal uit. En moet weer op de been. En is dat snel genoeg om vervolgens ook weer op het gras terecht te komen, maar hij houdt zijn doel wel schoon. Everink. Lanzana. Kuipers. Breum. En daar weer een redding noodzakelijk van Vaasen. Goede aanval van Go Ahead Eagles. Echt leuk om naar te kijken. Tegengehouden door Everink, maar Lokesa kan gewoon doorspelen en kan hier ook schieten. En doet dat ook. Binnen het bereik van De Lange, maar het is toch wel weer een kans voor RKC. Daaraan geen gebrek in de eerste helft. Kansen voor beide ploegen. Hij gaat er alleen niet in. Breum. Denkstedt. Nou, uithalen maar.
Hij wil er niet in. Kuipers lukt het niet. Wie gaat voor de volgende poging? Everink notabene. Tankstead. Oh, wat een balletje van Tankstead zeg. Geweldig. Breum viert natuurlijk zijn doelpunt, maar die assist mag daar aandacht voor zijn. 1-0 voor Go Ahead. Is dat dan geen buitenspel? Daar moeten de lijnen nog aan te pas gaan komen. Breum maakte een 1-0 een half uur voor tijd. Hier de bevestiging dat hij geen buitenspel stond. Nu wel een grote kans voor Lokesa, die de handschoenen van de Lange vindt. Zo snel kan het gaan. Min dan nog. Met een afzwaaiertje. Dus was de grootste kans voor Chris Lokesa. Die uit het niets in het vooruit werd gevonden door Etienne Vaze, die dat heel goed had gezien. Adewoye, geen overtreding. Stefanovic, en daar is dan de grote kans toch voor David Min. De Lange op tijd naar het gras, op tijd op de bal. Nu de 84ste minuut. Henk de Boer, man die spelers altijd meehielp, van kantine tot keuken, op 84-jarige leeftijd overleden. En dus wordt hij hier geëerd. Lindhorst, die bal schiet nog door. Thibaut Baten niet richting Vaze. Misschien dan toch als Roemeratu misslijt. Oh, over missen gesproken. Zo stevend Go Ahead af op plek 5. 1 puntje boven NEC, 1 puntje boven Ajax dat morgen nog tegen Utrecht speelt. Dat is de andere concurrent nog voor die plek 5. Het gaat nog heel interessant worden. Oliver Edvardsen. Nu geen overtreding, hoeft nu ook niet, want Baten kan door. En daar is de redding van Vaze. Om RKC nog in die wedstrijd te houden. Breum is de matchwinner met zijn goal. Tankstead heeft met zijn assist voor dat doelpunt gezorgd. En dus verliest RKC voor de derde keer op rij met 1-0. Weer geen doelpunt gemaakt, weer geen punten gepakt. Het degradatiespook waart rond in Waalwijk.